Welkom bij weer een nieuwe aflevering van NL Sport met vanavond onze gast Ron Smit. Wielrenner, oud-wielrenner, kampioen van Nederland, wereldkampioen, sportman van Haarlem. Wat heb je allemaal niet gedaan? 398 keer kampioen geworden. Wat is het? Vertel eens. Ik wil jou eerst even verbeteren, want je zegt oud-wielrenner. Ik zeg. Deze man, als jij zou moeten fietsen wat hij iedere dag fietst, ja, dan, nou, wat zou je dan een mooie man ook, worden? Daarom zeg ik nog mooier. Daarom zeg ik ook oud-wielrenner en weer opnieuw wielrennen. Nee, je fietst ontzettend veel, hè? Je traint elke dag, bij mij weten. Ja, ik ben sinds 2 jaar weer begonnen met wielrennen. Vandaar oud, zie je? En ik heb even een tijdje niks gedaan. En toen, dat gaat weer vanaf oud. Alleen de snelheid is iets minder als van die jonge jongens, maar het gaat behoorlijk. Nou, volgens mij kun je het nog aardig bijhouden, die jonge gasten. Ja, af en toe dan draait je nog wel eens door. Ja. Want we hebben ook wel eens gesproken met Paul Gemmink, die ken je ook nog wel. Ja. Die heeft alleen jouw rug gezien, die heeft nooit kennis met je gemaakt. Ja, hij heeft een handje gegeven, maar hij heeft altijd tegen je rug aangekeken. Ik kon hem ook niet meer herkennen eigenlijk, want ik heb hem nooit goed in zijn gezicht gekeken. Nee, maar je hebt nooit omgekeken natuurlijk. Nee, natuurlijk niet. Hey, we hebben net een heel mooi weekend achter de rug, hè, met de Ronde van Vlaanderen. Jij reed hem in 1985 voor de eerste keer, dus je weet precies wat het is. Ik vond het weer mooi, jongen. Ik won hem in 1985, won ik hem bij de amateurs. Mm-hmm, dat weet ik. Dus dat was niet voor de eerste keer, maar toen ik had hem al een paar keer gereden. Want in het verleden reed ik heel goed op de keien. En dat was mijn item. Zo hard mogelijk over die keien heen rammen. Dat is echt rammen gewoon. En dan wie de sterkste is. Dan hoef je niet te kijken naar je tegenstanders, want gewoon de sterkste wint gewoon. Maar dat zei meneer Gilbert gisteren ook, maar die ging al naar 90 kilometer, dat vond ik nog wat. Ja, dat was wel heel erg. Hij had gelukkig, het geluk had hij gisteren dat Sakan een jasje in zijn wiel kreeg. En dat die achtervolging niet goed op gang kwam. En dat was wel heel erg jammer hoor, anders had je nog een spannende koers gehad. En dan had ik wel willen zien wie er zou winnen. Ja, want Van Havermout reed erg hard. Het is wel een prachtige winnaar. Hè? Ja, tuurlijk. Als je die wedstrijd alleen uitrijdt. Ja. Gewoon in dat helse tempo en dingen, dan ben je gewoon al een geweldenaar. Ja, want over die kasseien rijden, dat is echt verschrikkelijk. Ja, maar zo hard. Dat valt nog wel mee, maar ze moeten die bergjes op. Nou, en die zijn gewoon 20%, de stijging van 20%. En dan die keien stuiten allemaal terug. Ja. Maar dus in 250 kilometer is het geen bergje meer, is het echt een berg hoor. Ja, je zag het gisteren aan Gilbert op het laatste 10 kilometer. Nou, zijn tong hing helemaal over de straat heen, want hij kwam niet meer vooruit. Maar ja goed, het kan ook niet anders als je 90 kilometer echt rampt. En dan heb je al 260 kilometer of 160 kilometer gereden. En dan rij je alleen dan die finale. Nou, dat is ongelooflijk. En die jongens staan niet stil, hè. Nee. Er wordt echt doorgereden. Maar Ron, wat fijn was, is dat er weer bij de eerste 4 twee Nederlanders waren. Ja. Ja, Terpstra had ik al getipt. Ja. Want die reed al goed. Alleen, ja, je moet natuurlijk het geluk hebben. Hè, de andere favorieten die zaten op de muur van Gerritsbergs, zaten ze niet van voren. Want ze denken, ja, het is nog 100 kilometer bijna. En we gaan door, hè. En dan valt opeens de beslissing valt. En die quickstep-renners, ja, die hebben volle bak tombonen en daar is Cornuit, die hebben volle bak zitten koersen. Nou, die hebben ze erachter echt flink door moeten rijden. Willen ze dat uit die afstand houden, want het was echt koers. Ja. Je hebt echt na die berg hebben ze echt flink koers gereden. Er wordt echt doorgereden, hoor. En, maar twee Nederlanders bij de eerste 4. Ja. Nicky had je verwacht, die hadden meerdere mensen verwacht. Maar dat vierde mannetje. Ja, Darlan van Balen. Ja, ik had hem wel verwacht. Ja, want die reed verleden jaar in die koers ook goed. Ja. Alleen, ja, je moet het geluk hebben dat je mee zit. En dat je erbij zit. En nee, het geluk, die hele goede dwingen dat af. Ja. Maar zo'n jongen, die reed verleden jaar ook die koersen goed. En hij rijdt echt die koersen goed. En hij zit nu ook in een ploeg. Ja. Maar toen Sagan die jas in zijn wiel kreeg, zat hij er net achter. Toen kon hij ze eigenlijk niet volgen. Maar hij kon er heel keurig langs. Ja. En ja, het is toch knap. Dylan vierde. Ik vind het knap hoor. Ja, ik vind het ook heel erg goed van die jongen. Ik vind het ook heel leuk van die jongen. Bonen kreeg te weinig. Wat was dat zielig zeg, toen hij die pannen kreeg. Ja. Ik bedoel, het is een miljoenenploeg waar hij voor fietst. En als je ziet wat materiaal waar ze op rijden. En dan met door een schakelfout.
Ik bedoel, dat mag niet. Het is elektronische schakeling, dat mag niet gebeuren. Maar zijn voorlaatste wedstrijd. Ja, nog volgende week. Dat is wel een mannetje hoor. Ja, ik bedoel, het is altijd mijn favoriet geweest. Ik heb zelfs met hem gefietst in Curaçao-koers. Was ik wereldkampioen en hij was ook wereldkampioen. Toen kreeg ik zelfs een knecht van hem, omdat ik mee mocht in de kopgroep. Zullen we onze presentator eens vragen, want die weet ook een beetje wat fietsen is. Je bent alle calls over geweest, hè? Ik heb de nodige calls gereden vroeger. Ja. Vertel eens. Ik heb ooit de tocht gemaakt van Amsterdam naar Barcelona. Oké. Door de Ardennen, de Vogezen, de Alpen enzovoort. De Mont Ventoux beklommen. Oké. Maar dat was in 1976 in die snikhete zomer. En die berg op, ik had geloof ik drie versnellingen. Want toen de tijd. Drie versnellingen? Ik had maar drie versnellingen. En dan ja, dat Mont Ventoux was alles. Ja, Mont Ventoux. Hoe ben je die Mont Ventoux opgekomen? Ik heb er dik 2,5 uur over gedaan. En naar beneden, dat ging in een verschrikkelijk tempo. Van welke kant ben je opgegaan, die Mont Ventoux? Van de zware kant. Ja, de zware kant erboven. Ja, je hebt twee hele zware kanten en één is lichter. Nou, die zwaarste waar je net zo boven de boomgrens komt, en dan zie je meteen die grote sneeuwpakketten liggen daar. Het was in april, dus ik reed nog in de sneeuw ook. Wat ben je doen? Het was prachtig. Maar goed, dan ga je naar beneden met een vaart van hier tot Tokio. Dat is verschrikkelijk. En dan in die herpes afremmen totdat je stilstaat en wil laten vallen als een baksteen naar beneden. Ik denk dat je dan wel 85 kilometer rijdt, want ik was wel een 20 minuten beneden. Dus het is echt adem beneden. Ik kwam beneden, toen waren mijn remblokjes weg. Okay. Kijk, ik had nog van die keurige remblokjes, een ouderwetse fiets. Ik heb toevallig verleden week met schijfremmen gereden, fiets met schijfremmen. Ja, mag niet in de wedstrijd. Nee, maar hoe is dat? Waarom mag dat niet? Nee, dat mag niet in de wedstrijd. Dat is nog even verboden. Ja. Maar het komt is wel, ook nooit door, hoor. Ja, volgens mij wel. Ja? Ik was op Gran Canaria, toen deed ik een beklimming van 2 kilometer hoog. De eerste keer mislukte, want het begon te sneeuwen, te onweren en ik denk, jezus, allemaal hagel, dus dan ik ging gauw weer terug. Maar de tweede keer was goed weer en toen ben ik naar boven en toen ging ik ook naar beneden toe. Hele lange afdaling en dan krijg je haarspelbochten, maar het remde uitstekend. Hele goede, harde remmen en je remt ook niet op je velg. Nee. Je remt dan in het midden van je, van je wielen. Ik ben heel benieuwd of het erdoor komt. Ja, waarom zou dat er niet door komen? Is het veiliger? Ja, waarschijnlijk wel. Ik vind het wel veiliger, maar het is commercieel. Hè? Dus de commercie die wil dat doorvoeren, maar de UCI die houdt het nog iets tegen. In het veldrijden is het wel, maar op de weg, ja, ze zeggen het is gevaarlijk, want als je valt en wat er gebeurt, dan kan die schijf die bloedheet en die snijdt overal doorheen. Het is uit pure veiligheidsoverweging. Ja, het is hetzelfde als met schaatsen. Daar zijn ze bang voor, hè, dat je dingen af kan snijden met die... Je zou er nog een kapje overheen kunnen zetten of iets dergelijks. Je kan ook een paraplu opzetten als het niet regent. Maar, maar ja, ik bedoel, het is... Don, hoe was jij in de Kools? Ik in de Kools, ik ben helemaal geen klimmer. Ik ben 80 kilo, of 1,82 kilo, en ik kom helemaal niet. Dat was je pech ook in de laatste wereldkampioenschap in Oostenrijk, hè? Ja, toen was een beklimming van 10% en een kilometer of 4. En we moesten 2 rondes rijden, dus die beklimming moesten we 2 keer doen. De eerste keer, huppelde ik er aardig mee. En de tweede keer, toen gingen ze de laatste kilometer gingen ze demareren. Ja, die mannetjes van 60, 65 kilo. Ja, die reden weg. En dan zie je ze gaan, maar je kan gewoon niet mee. Nee. Je moet 20 kilo meer meetrappen. En dan heb je al te veel gegeven in die klim. En dan dat laatste stuk. En dan zie je ze 100 meter voor je rijden. Maar je komt er gewoon niet meer bij. Je hebt de afgelopen weken je vrouw meegenomen op vakantie, dat mag ook wel een keer. Als je zo'n idioot bent zoals jij, dat je er iedere dag op zit. Hoe ervaart ze dat, joh? Maar krijg je zomaar toestemming om iedere dag zoveel te fietsen en weg te zijn? Nou, mijn vrouw die was een dochter van een profielrenner. Ja, dus dat die is ermee opgegroeid. En moet je wel even de naam noemen ook. Het was, Henk Kiekers was dat. Ja. En die weet het niet beter. Een mooie vakantie gehad. Ja, maar ik had geen fiets meegenomen. Dat doe ik al niet. Dan moet ik een fiets huren. Daar. Dat doe ik dus wel.
Dat doe ik, ja, dat doe ik, ja. Weet je, dus als ik twee dagen op het strand lig en dingen, dan denk ik, ja, wat moet ik nou doen? Heb je nou niet eens een keer besloten om gewoon eens een keer even rustig op vakantie te gaan, inderdaad een boekje lezen en in de zon liggen? Dat is dus helemaal niks voor jou. Ik had een boek van Thomas Dekker mee. Ik had een boek van, ja, allemaal digitaal. Ik had een heleboel boeken mee. En wat heb je gelezen? Twee bladzijden. Nee, helemaal niks. Want helemaal ik had ook een puzzelboekje, dat vind ik veel leuker. En dan denk ik, ach ja, die boeken van dingen is daar. Nee, echt waar. Hoe oud ben je nu, met alle respect? Ik ben 65 jaar geworden. 65 jaar? Ja. Iedere dag op de fiets. En niet een stukje van 20 kilometer. Nee, het zijn geen 20, 30 kilometer waar je rijdt. Vandaag heb ik zo'n 100 kilometer ongeveer de fiets. En heb ik op het gemakje gedaan met Rob Schuiten, mijn vriend. Heb ik heel rustig aangedaan. En hoe lang doe je daar dan over die 100 kilometer? Nou, we hebben vandaag zeg maar 4 uur over gedaan. Want we hebben heel rustig aangefietst. Ja, dan rij je echt geen snelheid, hè? Nee, maar heel rustig. Maar even over Rob Schuiten gesproken. Heeft hij nu al de fietsen van zijn vader bij elkaar? Of? Nee, nog nee. Hij heeft wel wat. Mm-hmm. Maar niet wat hij wil. Er zijn mensen die houden dat tegen. Want die willen allemaal... Rob Schuiten is de zoon van Roy Schuiten. Roy Schuiten was wereldkampioen achtervolging, een hele goede wielrenner. Zandvoortse jongen, hè? Zandvoortse jongen. Ja. En die is, zoekt allemaal items van zijn vader. En bekers. En, dus, en er zijn bepaalde mensen die hebben nog een oude fiets van zijn vader. Een baanfiets en zo. Ja. Maar ja, die zeggen van, nou, jij bent de zoon. We willen wat aardig wat centjes voor hem. Ja. Ik zeg maar, je moet geduld hebben. Ja. Maar misschien halen die mensen een keer hun hand over het hart. Hè? Ja, ja. Zeg, over jouw prijzen gesproken. Heb jij een hele kamer apart genomen om daar alles in te zetten? Of, Nee hoor. Ik heb heel weinig prijzen thuis staan. Waar staan ze dan allemaal? Ik heb ze opgeslagen? Nee hoor, die prijzen die heb ik allemaal weggegeven. Aan de wielerclub. Nou, dat is het laatste wat ik zou doen. Ik zou zo apentrots zijn. Ja, ik zou bijna een speciale kast. Ik heb een paar medailles heb ik nog. En een paar hele grote bekers van wereldkampioenschappen en dergelijke. En voor de rest heb ik helemaal niets. Alleen de truien. Ja, die hou je wel, hè? Over die wereldtitels, want je hebt er nogal wat gewonnen. Je bent ook heel veel Nederlands kampioen geweest. Het is eigenlijk onvoorstelbaar dat zo makkelijk door jou ervaren wordt. Ja, ik zal je vertellen, jij vroeg voor mij het lijstje van wat ik gewonnen had. Dus ik ga in mijn computer zitten zoeken. En nou, toen kwam ik dat lijstje tegen tot 1960. Of 2006. Ja. Want toen had ik opeens geen zin meer, toen was ik gestopt. Tot 2006. En toen zat ik te kijken, toen denk ik, jee. Ik denk weer dat ik dat, dat heb ik ook nog gewonnen, dat heb ik ook. Maar dat is in een tijdsbestek van heel wat jaartjes natuurlijk. Ik was heel jong dat ik begon. Hier in de Waardepolder, in de Waardepolder bij Excelsior. Die fiets hier iets verderop. En dan ben je een jong jongetje, dan groei je erin. En dan word je, ben je een jong binkie van een jaar of 17. Dan word je opeens kampioen van Nederland op de wielerbaan. In het Galgenwaard in Utrecht, dat vroeger. Mooie baan, hè? De oude stadion Galgenwaard. Ja, in het Stalgen. Ja. Hè? Ja. En dan word je daar kampioen van Nederland. Op je 17e. Op je 17e. En dan ben je talent. Ja, en dan word je door iedereen uitgenodigd, wielerploeg en zo. Maar ja. Ja, de kijker zal zich waarschijnlijk afvragen dat een man die zo vaak wereld- en Nederlands kampioen is geweest, dat die niet een bekend professional is geworden. Maar dat heeft deze meneer Smit helemaal aan zichzelf te danken. Vertel het verhaal maar, want je was bijna bij Peter Post in de ploeg. Ja, ik was baanwielrenner. En ik kon ook heel lekker die criteriums, kon ik goed op de weg rijden en zo. En ik reed in Ahoy een soort driedaagse. Dat was een afscheiding van een zesdaagse. Je had een zesdaagse voor professionals en je had een driedaagse voor amateurs. En het was, dat was heel goed, een goede deelnemersveld. En de wedstrijdleider was Peter Post. Want die organiseerde ook de zesdaagse. Dus die deed ook die driedaagse. Was dat in de ploeg van TI Rally toen? Die was in de tijd van TI Rally. Ja, ja. En mijn trainingsmaatje was Gerrie Kneteman. Peter Bondhuis was directeur van Ahoy, maar die was ook zelfs nog directeur van die Rally-ploeg. Ja, ja. En die hadden Ron kon wel in die ploeg komen, die Rally-ploeg, want dat zou een goede knecht zijn en dat hij past ook in die ploeg. En Gerrie Kneteman, mijn trainingsmaatje, die zegt ja, want ik kan met hem lachen en ik kan lekker met hem dollen en dan heb ik tenminste een beetje afleiding ook.
Hè, zo gaat dat. En als je dan een beetje kan fietsen, nou ja, PepsiCo. Dus nou ja, dat was allemaal wel een beetje kan ik ruiken. Maar ik rijd dan in de winter. Rijd daar in die driedaagse. En ik reed met Frits Pieraar. Dat is later ook een hele goede profielrenner geworden. En we reden straatstenen of de planken uit de baan. Zo hard reden we. En het ging allemaal goed. En op een gegeven moment rijden we een wedstrijd. Ik zeg tegen Frits, ik zeg, kijk eens, daar staan twee hele mooie fietsen. Ik zeg, voor dat wedstrijdje gaan we. Dan pakken we die fietsen. En dat was een afvalkoers. Dat waren de prijzen, hè, die fietsen? Ja, die twee fietsen. Ja, ja. Maar de hele avond ging dat door. Prijzen, ja, dit. En ja, dan was er weer daarna was er weer een wedstrijd met andere prijzen. Nou, oké, ik zeg, we deden eerst een wedstrijdje wat rustiger aan. En dan kon je een andere wedstrijdje met grote prijzen, kon je dan voluit gaan. Ja. Dus, nou ja, ik zeg, die fietsen, die pakken we, dat zijn dure fietsen. En, nou, oké. Ik zeg, weet je wat, meteen demereren, Frits. En nou, we reden een rondje, ze ging al een rondje rustig. En het start verschijnt, Frits ging meteen volle bak. Hupsieke, pak over, want een koppenkoers moet je met z'n tweeën rijden. En dan los je elkaar af. En nou ja, oké, er vielen steeds meer koppels af. En wij maar rijden half in die baan. Maar op een gegeven moment, ja, kregen steeds minder renners in die baan. Dus we pakten een ronde voorsprong. Ah, fijn, en ik denk, nou ja, we hebben een ronde voorsprong. En ik ging eens achter de sterkste man zitten van die groep. Ik denk, nou ja. Hè? En toen moesten we sprinten. Ja, ik denk, ik hoef niet mee te sprinten, want we hebben een ronde voorsprong. Dus ja, ik werd tweede eigenlijk. Tenminste, ik denk, ik heb gewonnen. Ah, fijn, en ik reis zo terug zo naar de finish toe. En dan zegt hij, Peter Post, wat kom je doen? Ik zeg, nou ja, ik zeg, we hebben gewonnen. Het ding is gewonnen. Hij zei, je hebt helemaal niet gewonnen. Ik zeg, wie zegt dat? Hij zegt, dat zeg ik. Ik zeg, waarom niet? Ik zeg, we hebben het toch van tevoren. Hij zei, ja, maar dat telt niet. Dat telt niet? Hij zegt, dat telt niet. Ik zeg, ja, ik zeg, wie maakt het? Hij zegt, ik, want ik ben wedstrijdleider. Hij zegt, dat telt niet. Hij zegt, dit is een afvalkoers, een ronde voorsprong telt niet. Nou, in de reglementen staat het dat het wel telde. Maar ja, ik was natuurlijk zo boos. En ja, je bent in de adrenaline van die wedstrijd. Dus bang, ik geef hem een knal. Staat er op de foto ook. Ik denk, oh. Je gaf Peter Post een knal? Ja, een knal en paf. Ja, allemaal fotografen eromheen. Dus ja, poef. Dagcontract. Ja, en toen, nou, die Peter Bondhuis helemaal kwaad. Hij zegt, jezus, wat heb je nou weer gedaan? Wat heb je nou weer gedaan? Ik zeg, ja, sorry hoor, dat ging in de omwelling en zo. Ik zeg, maar kan je niet goed maken dan? Nee, dat is helemaal over met Peter. Maar heb je later nog een keer teruggepakt? Dat was alweer 20 jaar later. Jawel, maar toen, ja, wat gebeurde er toen? Ja, ik rijd weer in Amsterdam, rijd een wedstrijdje, daar zit Peter en zo, met heel gevolgen. Hij zegt, jij was toch een renner, jij was een renner. Hij zegt, jij had echt, echt talent. Maar ja, hij zegt... Na die tik, was het bij mij ook. Nee, maar voor die tik ook hoor. Hij zegt, je was zo speels. Hij zegt, en je vond alles zo leuk. Hij zegt, en vooral de vrouw, hè. Die vond je zo leuk. Maar ja, ik bedoel, echt waar, ik was geen drinker, geen roker en zo. Maar ja, ik had ook andere ambities. Want ik ging gewoon lekker met een leuk meisje. Ging lekker naar het strand en dinges. Nou ja, en dat kan je als wielrennen kan je niet doen. Nee. Maar die kleun tegen Peter Posten zijn hoofd is toch jouw grootste reden. Ja, maar ja, weet je, is aan de andere kant denk ik, dat heeft je zo moeten wezen. Ja. Maar hij vond je te speels om je een profcontract aan te bieden. Nee, joh. Het is gewoon van die knal voor zijn kop. Nee, die knal, die... Maar je hebt een geweldig wielerleven achter de rug, je bent 65. Wat is de mooiste herinnering die je hebt? Nou, ik denk dat het de eerste overwinning, de eerste kampioenschap, ben je een jong jongetje, dan ben je gemotiveerd op mijn 17e. En ik kreeg een lekker band op die baan en ik denk, jezus, nou, het is voorbij. Toen kreeg ik van Peter van Doorn, dat was een sprinter, dat was echt een maatje van Lijn Loevestein en dergelijke. En hij zegt, nou, hier neem mijn fiets. Ik kreeg 300 vergoeding, dus ik reed op zijn fiets verder. En toen werd ik kampioen van Nederland en dat was wel leuk. Maar dat je wereldkampioen wordt... Ja. Is natuurlijk ook, ik zal je vertellen, dat is allemaal bergop en dergelijke. En ja, toen, die tijd kon ik mee. En toen had ik ook wel heel veel getraind, want toen ging ik ook wel heel goed. Want ik reed echt met die baanrenners, met Slikker en met Stam en dergelijke, reed ik. En die jongens die na, die reden, die zeggen, je kent gewoon niet die zesdaagse mee. Ja, toen was ik al
Ik kan me voorstellen dat je zo'n wedstrijd winnen op je 17e, dat geweldig is, maar wereldkampioen worden, dat is toch helemaal geweldig? Je bent Zandvoorter, wat heb je allemaal gekregen uit Zandvoort? Gekregen? Ja, kan je nog wel op straat komen? Ereburger? Nee hoor. Ridder in de orde? Nee hoor. Ook dat niet? Dat is allemaal, jongen. Je bent 65, ik weet het nooit. Ik woon 10 jaar in Zandvoort nu. Heel bekende plaats trouwens over het wielrennen, hè? Roy Schuit, ik bedoel... Jongen van Gras. Wat er nu rijdt, over Rasje gesproken... Ze is ook van Mark Gras. En die rijdt ook. Maar luister Ron, ik vind het hartstikke leuk om zo door te praten. Wat mij betreft kletsen we nog 3 uur verder, maar... Dat doen we helaas niet. Nee. Misschien een volgende keer. Nou, het was leuk om te doen. Ik wil je in ieder geval hartstikke bedanken voor je komst. Ik vind het ontzettend leuk om al die anekdotes te horen. En we zien je graag nog een keer terug. Gaan we een keer doen, want er zijn de verhalen, daar kun je een heel boek over schrijven. Oké, dan was dit weer het einde van NL Sporten, deze uitzending. Graag tot de volgende keer met ongetwijfeld weer een hele bekende Nederlander, Zandvoorter, Haarlemmer. We zullen het zien. Bedankt. Ron. En jij ook, ja.